Hi, ik ben trainer Tom. Ik wil jullie vandaag iets vertellen over de voetenplaatsing bij het kniebuigen. Bij de squat. Nou, het is belangrijk dat je in ieder geval die voeten gaat leren plaatsen met de schoenen waarmee je gaat squatten. Nou, dit zijn speciale krachttrainingsschoenen. Net als dat je hardloopschoenen hebt, heb je ook krachttrainingsschoenen. Die zijn heel stabiel. Die ga ik dan ook aandoen, want ik squat over het algemeen wel met mijn schoenen aan, zeker als het zwaarder wordt. Nou, de tip die ik jullie kan geven, en die pas ik ook veel toe met mijn klanten, is dat ik dan vraag om gewoon te gaan zitten. In een diepe zit met een ontspannen rug. En als je dan diep zit, kan je voelen, als je wijder gaat met je voeten, hoe dat voelt in je heupen, knieën, enkels. Als ik te wijd ga, dan zie je dat ik minder diep kan. En als ik dan te smal ga, zie je ook dat ik minder diep kan. Dus ik zoek gewoon naar de plek van mijn voeten waar ik het prettigste zit in de bodem. Nou, dat is voor mij deze stand. Dus als ik nu opsta, dan kan ik goed kijken waar mijn voeten staan. En dan heb ik voor mij de neutrale voetpositie bepaald voor het kniebuigen. Ga ik 1 voetbreedte smaller, dan is dat voor mij eigenlijk al een smalle voetenstand. Ga ik 1 voetbreedte breder, dan is dat een voetenstand waarbij ik toch nog wel ruimte heb. Maar is dat voor mij een wijde voetenstand bij de squat. Belangrijk is dat je je voeten niet te ver uitdraait. Want dan heb je meer kans dat je knie naar binnen valt. Dus probeer altijd de voeten zoveel mogelijk recht te houden. Of licht naar buiten, dat ligt een beetje aan je heupen. Zodat als je gaat squatten, je een goed steunvlak hebt in deze richting. Nou, ik hoop dat je met deze tip, eigenlijk goed kan bepalen hoe je je voeten moet plaatsen bij het squatten, kniebuigen. Ik wil je daar veel plezier bij toe wensen en kracht uiteraard. Ik ben trainer Tom. Ik ben de trainer van Dutch Strength. En ik wil je wijzen op dat er nog meer filmpjes zijn op dit kanaal. En wil je een keer komen trainen bij Dutch Strength, kom dan gewoon een keer langs.